programma een goed begin. Neem er uw tijd voor. Stel u open. Ontvang. En laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen. Hallo lieve mensen, goedemorgen. Ik hoop dat u wel gaat deze ochtend. Mijn naam is Amira Mangumiruno van gemeente Toval Blauwgrond. Vanmorgen ben ik bij u om u te bemoedigen met het programma Een Goed Begin. En ik hoop dat dit programma u werkelijk goed zal doen. En u het verlangen zal geven God beter te willen leren kennen. Een goed begin begint bij mij zodra ik wakker ben. En bewust word van mijn omgeving, dan dank ik alvast de Heere voor de nieuwe dag. En draag Hem de dag op. En ik heb wat stille tijd met de Heere. Daarna voel ik me gerust en weet ik dat wat er ook zal gebeuren deze dag, het zij goed, het zij kwaad, dat mijn Hemelse Vader alles onder zijn controle heeft. En alles zal doen medewerken ten goede voor ons, zijn kinderen die hem lief hebben. Dus ook voor u, geliefde luisteraars. Laten we samen deze dag aan de Hemelse Vader geven. Lieve Vader en God, u bent de heerser over dit geheel universum. Er is niets dat u niet kan doen. U kent ons verleden, ons heden en onze toekomst. Bij deze wil ik u vragen, Heere, zegen het heden en de toekomst van de luisteraars en in welke omstandigheden ze zich ook mogen verkeren, dat u ze voorziet van wijsheid en kracht om door alles heen stand te kunnen houden en dat zij erop mogen vertrouwen dat u voor uitkomst zal zorgen. Zegen ook hun geliefden, hun werkplek, collega's, en superieuren, ook wanneer ze in het verkeer zijn, en mogen uw vrede en bescherming op hen rusten. In Jezus' naam. Amen. Wat er ook mag gebeuren vandaag, lieve mensen, vergeet niet dat deze dag in de handen van de Almachtige Vader is gelegd. Hij weet waarvoor alles goed is. Blijf daarom altijd positief en verlies de moed niet. De Heere zegt in zijn woord, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Dit staat in Openbaringen 1, vers 8, uit de HTB-vertaling. Lieve mensen, u bent goed begonnen bij de Alpha. Zorgt u ervoor dat u uw uiterste best doet om ook goed te eindigen bij de Omega. Geef de Heere u alles. Hij vraagt van u dat u de Heere uw God zult liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. Dit kunt u lezen in Lucas 10, vers 27. Wanneer u dit zal uitvoeren, geliefden, zult u zeker goed eindigen bij de Heere, de Omega. U zult er geen spijt van hebben. Lieve mensen, de inspiratie van vanmorgen is getiteld Gij geheel anders. Laten we samen lezen uit Romeinen 6, vers 6 en 7. Dit weten wij immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Lieve mensen, weet u, er zijn gelovigen die al jaren bekeerd zijn. Maar als we kijken naar hun daden, dan rijst de vraag in ons op. Dienen wij wel dezelfde God? De God die mensen verandert, de God die vernieuwt
en bovendien onderwijst door de kracht van zijn Heilige Geest in ons. De tekst in Romeinen 6, vers 6 tot en met 7 is daar heel duidelijk over. Omdat de oude mens is gekruisigd door het geloof in Jezus, is de kracht van het lichaam van de zonde ontnomen. Ja, dat wat ons drijft om God ongehoorzaam te zijn, is weggenomen. Verder zegt het woord in Romeinen 7, vers 15 tot en met 17. Want wat ik uitwerk, weet ik niet. Want ik doe niet wat ik wens. Maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. Indien ik nu wat ik niet wens toch doe, stem ik toe dat de wet goed is. Maar dan werk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Lieve mensen, daarom moeten we dagelijks de strijd aanbinden tegen de werken van het vlees en moeten we dagelijks besluiten om het vlees haar zin niet te geven. En elke dag moeten we beleiden en proclameren om niet langer meer slaaf te zijn van de zonde. De vraag is nu, bent u bereid om dat te doen? U hoeft de strijd niet alleen aan te gaan en uit te voeren. Het woord zegt in Deuteronomium 20 vers 4. Want de Heere uw God is het die met u gaat om voor u te strijden. Lieve mensen, en de Heere geeft u ook de kracht om opgewassen te zijn tegen de strijd. En dit kunt u lezen in 2 Korintiërs 4 vers 7 en 8 uit de BBV-vertaling. Er staat, de kracht die in ons is en die groter is dan elke andere kracht, is niet onze eigen kracht. Het is Gods kracht in ons. We zijn wel in moeilijkheden, maar door zijn kracht zitten we nooit helemaal klem. We hebben wel raad nodig, maar door zijn kracht laat God ons nooit in de steek. We worden wel vertrapt, maar door zijn kracht staan we telkens weer op. Ziet u, lieve mensen, u bent niet alleen. De Heere is met u en geeft u kracht van binnenuit, uit de Heilige Geest in u. Het is niet uw natuurlijke kracht, maar van God. Het is bovennatuurlijke kracht. Geliefden, wilt u geen slaaf meer zijn van de zonde? Geen slaaf meer zijn van de omstandigheden? Waarbij u niets anders kan doen dan te neergeslagen zijn, in wanhoop en zonder hoop. Wilt u geheel anders zijn? Want er is hoop, zolang er leven is. En God is leven. Hij kan herstel brengen in uw leven. Hij kan uw leven totaal vernieuwen. Heeft u de Heere nog niet aangenomen in uw leven? En wilt u dat nu wel doen? Of heeft u hem al aangenomen, maar hem de rug toegekeerd? En wilt u terugkeren tot hem? Bid dan dit gebed met mij mee. Zeg het mij na. Heere God, wilt u mij mijn zonde vergeven en in mij wonen, zodat ik uw kind word? Ik geloof dat Jezus mijn zonden overnam in zijn kruisdood en dat hij is opgestaan uit de dood, zodat leven en overvloed nu mijn deel mag zijn, zodat zijn opstandingskracht in mij openbaar mag worden. Dank u, Heere, dat ik nu uw kind ben en ik uw vader mag noemen. In Jezus' naam. Amen. Geliefden, u kunt lezen in Psalm 23, vers 1 tot en met 4. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil.
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Lieve mensen, de Heere is nu uw herder. En wanneer de Heere uw herder is, zal het u aan niets ontbreken. Het is zijn taak om u te voorzien in uw nood. Uw nood kan fysiek en of geestelijk en of emotioneel of noem maar op iets anders zijn. Vertrouw hem. Als u in de gelegenheid bent, geliefden, bezoek een van onze samenkomsten. De eredienst is op de zondag en begint om 10:00. En op dinsdag om 6:30 s'avonds is er bijbelstudie en bidstond. En op de andere dinsdag is er de huiskring. Het adres is Commissaris Roblesweg 117. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen. Dit leest u in Hebreeën 10, vers 24. Wanneer u de samenkomsten bezoekt, lieve mensen, ontmoet u gelovigen en leert u elkaar kennen en ontwikkelt u een geestelijke band met elkaar. En u krijgt een nieuwe geestelijke familie die elkaar zal aansporen, bemoedigen en niet te vergeten het gezellige samen zijn. En geliefden, wanneer u bidt en u heeft uw verhoring, uw doorbraak, bevrijding of verlossing niet ontvangen, raak niet ontmoedigd. Ga door met bidden, de samenkomsten bezoeken. Blijf de Heere danken voor alles. U kunt lezen in 1 Thessalonicenzen 5, vers 17 tot en met 18. Bid zonder ophouden. Dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. God alleen weet het hoe, het waarom en het wanneer. Ik zal u iets vertellen. Ooit in het leven vroeg ik de Heere om een zoon, nadat ik alleen dochters kreeg. En wel, ik kreeg geen zoon, maar weer een dochter. Ik was zo diep teleurgesteld en erg boos op God. Mijn moeder zei dat dochters beter zijn voor moeder. Mijn gelovige zusters vertelden me dat God weet wat goed was voor me. En hij moest danken dat mijn baby gezond was. Oké, ik begon de Heere elke dag te danken voor mijn dochter. En ik zei elke dag tegen mijn dochter, ik hou van je baby. En na verloop van tijd begon ik mijn woorden te menen en voelde ik liefde in mijn hart voor mijn baby. Na enkele jaren begon ik te begrijpen waarom ik alleen meisjes kreeg. En ik ben de Heere dankbaar. Nu, meer dan 20 jaren later, zie ik nog beter dat dochters beter zijn voor mij. Wegens mijn levensomstandigheden toen en mijn levensomstandigheden nu. Zou ik een zoon gekregen hebben, zou de geestelijke en de fysieke dynamiek tussen de gezinsleden verstoord zijn. God heeft mijn toekomst gezien en wist wat beter voor mij was. En ik ben hem daar elke dag dankbaar voor. Want wat God doet, is goed en welgedaan. Lieve mensen, God kent ook uw toekomst. Vertrouw hem nu uw heden toe en uw toekomst is veiliggesteld. En wacht met geduld op uw verhoring. De Bijbel zegt in Klaagliederen 3, vers 26. Goed is het in stilheid te wachten op het heil des Heren. En in Johannes 13, vers 7 uit de BB-vertaling staat, Jezus antwoordde hem, nu begrijp je nog niet wat ik doe, maar later zul je het begrijpen. Lieve mensen, ik ben nu gekomen aan het einde van dit programma. Ik hoop dat ik u heb kunnen aanvragen.
aansterken in uw geloof. Laten we God danken. Mijn Vader, ik dank u dat u een zorgzame God bent die van ons houdt. En dat ons heden en onze toekomst in uw handen veilig zijn. Dank u dat u een ieder die vandaag een nieuw begin met u heeft gemaakt, inzicht en wijsheid geeft. En dat zij door de leiding van de Heilige Geest zullen leren om geheel anders te zijn. Help hen een leven van overwinning te hebben. Wees hen nabij, Heere, door alles heen. Sterk hen en bescherm hen. In Jezus' naam. Amen. Lieve mensen, als u vragen heeft, dan mag u bellen met het nummer 863-1010. Dag lieve mensen, God houdt van u. Ik wens u shalom. Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, u mag opbouwen en toerusten.